Die laatste ding is in mijn bakjes. Au, au, niet trappen, niet trappen, dat is weer aan mijn gast. Oh. Au. Nee, nee, niet meer mis. Zot. Ah, nou was hem ook even zien. Pas op, achterop. Die is wel lenig, die vrouw. Oh ja. Hey en welkom bij Beleden Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Oh, we zitten weer hier, bij die vrouw. Die zus gedoucht is geweest. Of moet je terug douchen? Ik geloof dat ik nu echt bang aan het worden ben. Waarom? Nee, ik ga niet de trap af. Waarom is zij bang? Ik word gek van het slaapgebrek. Sta op, doe de koelkastdeur dicht en ga naar bed. Simpel toch? Ja, simpel. De deur van de koelkast. Ik weet zeker dat ik hem dicht heb gedaan. Kom op, hij kan toch niet vanzelf zijn opengegaan? Nee, maar die was dicht. Dus wij gaan douchen. Dan is hier iemand binnengekomen toen wij aan het douchen zijn. Hè? Hoe kan die koelkast nou open zijn? Rustig ademhalen. Je hebt hem waarschijnlijk gewoon zelf open laten staan. Dat kan ook. Oeh, dat lijkt een gat. Even zien. We zullen die koelkast eens dicht doen. Hè? Koelkast. Dicht. Oei, wat was dat? Oh, daar valt dat licht ook nog uit. Holy shit, en ik zie dat iemand in de buurt. Er is hier iemand. Er is iemand in het appartement. Telefoon op het bureau. Ik zou hem hulp kunnen bellen. Ja, maar... De voordeur. Dat is de enige weg naar buiten. Als ik hem kan bereiken, maak ik een kans. Als? Dan zit hij daar niet. Bro! Even rustig blijven. Ja, shit hè. Nee, shit. Hoppa. Fuck, de deur is kapot. Nee, die deur. Nee. Ah, fuck, nee. Nee. Oh nee, shit. Maar die kan wel gevechten. Oh joh. Die laden tegen zijn bakjes. Au, au, niet trappen. Niet trappen, dat is weer aan mijn gast. Auw. Nee, nee, niet meer mis. Zot. Ah, nou was hem ook even zien. Pas op, achterop. Die is wel lenig, die vrouw. Oh ja. Oh nee, twee. Oh nee, wat nu? Hallo. Auw. Die lamp, pak die lamp tegen me. Oh. Eén zin is veel. Hey, oh, 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 rustig. Oh, nou, daar moet ik het zakje van. Voilà. Recht, kom maar, rapper. Recht, recht. Oh, auw. Dat is zoveel, dat kan ik daar niet zo. Oh, dit is een klompjesboom. Oh. Doe vast. Oh. Oh shit.
Oh, het was maar een droom. Fuck man. Ik dacht dat dat echt was. Maar het was maar een droom. Ze hebben me zo uit het zweet gewerkt voor niks. Maar een droom. Oh. Amai, mijn botten. Nee, hè. Ah, wat is het tribisjon? Maar die velpers. Ja, dat moet doen. Recht zitten. Het origami figuurtje in mijn hand na mijn blackout. Dat is hetzelfde als dat wat de moordenaar in de handen van zijn slachtoffers legt. Ja, dat vraag ik ook af. Ik heb nog nooit van mijn leven origami gedaan. Misschien werd je dat in uw droom gedaan. Dat kan, hè. Dat is toch een brief. Toen de ouders terugkeerden van de kerk, waren alle kinderen verdwenen. Ze zochten en riepen hun namen. Ze huilden en smeekten. Maar het mocht niet baten. De kinderen werden nooit meer gezien. Germa. Maar ja, wij dan niet, het is niet gelezen die tekst. Dat kan. En toen dacht ik, blablabla, ik moet niet lezen. Terugleggen. Ah. Nee. Foto op je. Dan was dat op die foto op. Die brief kan verband houden met Sean's verdwijning. Ik moet hem aan de politie laten zien. Ja, maar dan gaat er nog meer verdacht overkomen. Hè? Ik ben de origami killer. Ik heb blackouts en dan begint het moorden. Ik weet dat ik het ben. Klote journalisten. Ze houden al de hele dag mijn huis in de gaten. Hmm. Dat is appetant, ja. Lijkt wel een bonnetje voor een bagagekluis. Bonnetje voor een bagagekluis? Is dat ding? Dit slaat nergens op. Ik kan het niet geweest zijn. Ik zou zoiets nooit... doen. Echt nooit kunnen doen. Wat heb ik met Sean gedaan? Ik moet iets gedaan hebben, maar ik herinner me niets. Zal je naar een paardenmol geweest? Iemand heeft me die brief gestuurd met een reden. Maar wie? Ik ben back af. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Dat kan ik wel horen. Wat betekent dit? Een verhaaltje? Een verhaaltje. Maar het heeft wel altijd een goed einde, een verhaal. Hè? Meestal toch? Ik kan hem geen kwaad hebben gedaan. Ik hou van hem. Ik hou van hem met heel mijn hart. Maar wat heb ik dan wel gedaan toen hij in de draaimolen zat? Dat weet ik niet wat je gedaan hebt. Die engel op dat bordetje. Ik weet zeker dat ik hem eerder heb gezien. Ik niet. Ik weet niet waar ik die gezien heb, ze. Ik kan niet meer terug. Als ik Sean iets heb aangedaan. Ja, dan gaat de moeder heel boos worden. Ik denk dat ik weet waar dit bonnetje vandaan komt. Van waar? Nee, stop ze. Alles wat ik wil is weten waar Sean is. We willen er slecht gaan staan. Ik moet hier weg zien te komen en ontdekken wat dit voor bonnetje is. Langs de voordeur. Want die zitten aan de achterdeur. Hè? We zullen hier wegmaken, hè, want. Dat is onze tuin. Dan kunnen we niet langs de tuin naar buiten. Ik moet daar niet overspringen, hè. Ik heb beter maar een goede jas aangenomen, want het regent wel. Niet hierover. Oh, dan heb je dan een donderen ook nog. Ik heb geen kap. Ik word ziek, zo biedt.
hoop dat ze daar niet staan, zo. Meneer Mars, kunt u bevestigen dat uw zoon denkt is verdwenen? Denkt u dat uw zoon nog in leven is? Dat is hem nog een beetje anders gezet. Ik ben beroemd geworden. Dat is juist bedoel ik. Maar dat is ook frustrerend, denk ik. Als je zoveel journalisten hoort van, ja, en waar is John en waar is dit en waar is die? En hoe is dat gekomen en hoe is dat gebeurd? Ik moet het begot al niet overschrijven. Yes, het is juist. Is dat dat winkelcentrum niet, waar John groot was? Ja. Toen? En we gingen winkelen? En dan is John die een ander zo. Ik weet niet hoe dat hij noemt. Oh nee, ik kreeg win op dat kant. Dat doen we niet weer. Wauw. Ik moet. De bagagekluisjes. Die zijn aan de andere kant van het station. Ja, hoe geraakt dat is al die massa. Misschien kan ik straks terugkomen. Geen tijd te verliezen. Ik moet weten wat er in dat kluisje zit. Ja, ik ook. Maar waar is die kluis? Ik red het gewoon niet. Ik haal het niet. Te veel mensen. Te veel mensen. Kom maar, de ene voet en dan nog... Dit hier. Wat gaat hij nou doen? Zijn de keel oversnijden? En die is al buiten de adem. Pak de pufferke. Allee, precies de ziekte, ik krijg dat ook over. Allee. Het lukt, het moet lukken. Ja, het is me gelukt. Hé? Ik word zot. Nu is het allemaal bruinig. En nu staat niet allemaal stil. What the fuck? Wat ga je doen? Holy shit. Oké, domino. Jason, ik zie het, hè. De ballon. Ik moet de ballon pakken. Jason! Huh? Jason! Jason, kom terug! Daar is Jason. Jason! Jason, papa is hier, jongen! Dit is niet grappig. Hier word ik hartstikke gek van. Domino. Yeehoe. Jason. Dat is Jason. Hij is hier. Hij is echt hier. Deze keer red ik hem. Ik denk niet dat je weer terug zult worden.
What the fuck? Doe ogen open. What the fuck? Oké. Okay. Ah, nu zit het druk bij de bagageklas. Dat was rap. Dat was heel rap, die bagageklas gevonden. Het was op rij 18, kluis nummer 3. Het kluisnummer staat op het bonnetje. Ik heb het gehaald. Vraag het aan de politie. Ik heb het gehaald. Ik ben door de menigte gelopen. Oké. Okay. Ja, maar hoe ook? De kluisjes. Nu alleen nog het juiste vinden. De kluisjes. Nu alleen nog het juiste vinden. Rij 18, kluis nummer 3. Was nu weer? Rij 18, hè? Dat is Ian. Oh ja, dat is nog inderdaad. Want daar is Ian. Daar is 2. Rij 18, hè? 3. 19. 16, 15, 17. Maar ik snap het niet, dus juist wat aan 16, dan ga ik terug en dan is dat 17. 3. Rij 17. Rij 13. Rij 2. Rij 8 naar 9, 12, 13, 14, 16, 17. Ik denk hè, dat ik eens rij 17 moet ingaan. 15, 17, dan moet hier 18 zijn. Nee, 17. Allee, waar zit die klas nu? 15, 17, 15. 17, 15, 3. Rij 18. Dat kan toch niet zien. Kluis nummer 3. 2. Rij 18, hè? Ik vind 18 niet, dat is het probleem. Ik ga naar Sprite en de dingen waar dat zit. Zo. Rij 18, kluis nummer 3. Nee, ik ga die klas zetten. De kluisjes. Nu alleen nog het juiste vinden. Die wilt me niet helpen, want ik krijg die niet te pakken. 1, 7, 8, 11, 2, 12, 15, 16, 19, terug, 17, 15, dat is ik zit, dat kan al niet, 4, 3, 17, 19, maar ik ben niet weer kwijt. 11, ik kan eerst helemaal naar kinder. 6, 13, 11. 10, 6. Oh nee, rij 18, waar zit die heen? Verkeerde kluis. Even proberen, hè. 13, 14. 2 precies 18, kan dat? Ja, eindelijk. Oh, 18. 18, hè, dat rij nog vinden. Ik heb de rij gevonden. Nou, hopelijk is dat die.
Yes! Eindelijk. Dan was de zoektocht zijn miljard. Ik heb wel de klas gevonden. Dat is het voornaamste. Wat zit er in de klas? Een doos. Een schoenendoos. Precies die schoenendoos van vorige keer die de politie gevonden heeft daar in de winkel. Die had ook zo'n doos meegegeven. What the fuck is met die doos? Ik hoop dat jullie van de video genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En tot in de volgende sheet of horror game. Dag!